Interessantste match, Aalst Oostende, de vierde tegen de derde. En Jan Keulemans, die vierde ook feest vandaag. Twee speeldagen geleden de periodetitel, vandaag zijn 36e verjaardag. Frank Raas en Alphonse Constantin waren op het partietje. Belangrijk, volk dus op Aalst en de nationale topreferee moest bij de pinken zijn, want de match komt erg vlug op gang. Na nog geen halve minuut krijgt Gilles de Bilde deze kans, aangereikt door Vejkovic, maar zijn poging is te zwak. De start van Aalst is bijzonder fel, want even later deze solo van Roald van Petegem. Twee man in de wind op dezelfde manier, maar dan wordt de Bilde gehinderd bij het koppen. Oostende moet even wijken, maar breekt na 6 minuten uit op deze manier. Spelmaker Bart de Waalen legt de bal voor de rechtervoet van Björn Rentti en die aarzelt geen halve seconde. Een mooie goal en 0-1. Nicky Schippers, ex-Beerschot en ex-Antwerp, is machteloos. De volgende grote kans is opnieuw voor Oostende. De Waalen afgezonderd door Aalst-verdediger Lamberg, maar dit keer staat Schippers niet machteloos. Na bijna 20 minuten trapt dezelfde Lamberg deze lange bal op van Wanbeken. Die glipt door de Oostendse defensie, blijft rustig en maakt verdiend 1-1. De vuist uitgekapt door routinier Peter van Wanbeken en kipper Likke, die rijkelijk ver is uitgekomen. Dan is het even windstil tot de weergoden beslissen om een lichte sneeuwstorm op gang te brengen. Aalst laat het niet aan zijn hart komen, de wolf over de defensie, de Bilde en de kopstoot van Servier Vejkovic, schitterend gepareerd door Likke. De tweede helft gaan we in met deze lange dubbelpaas, Smet van Wanbeken. Smet. Die maakt af zonder dralen en 1-2 voor Aalst. Van Wanbeken door controle met links en het schot met links van Stefan Smet. Oostende dan weer, want er werd aanvallend gevoetbald langs beide kanten. Bonhomie in twee keer voorbij van Quali, de voorzet. Maar dan lijkt de Walen geduwd te worden door Wim de Wolf. Protest bij de Walen, die eerst nog even moet koppen. Maar dan wuift Constantin op zijn heel eigen theatrale wijze het protest van de Walen weg. 1 minuut later een inworp van de Smit, doorkoppen van Origi en Bonhomie en invaller Lloyd Obi zorgt voor de 2-2. Obi is een Brit van Jamaïcaanse afkomst. Oostende zit in een sterke periode, van Quali mistrapt zich volledig, Obi kan ontsnappen, maar wordt dan hardhandig onderschept door Nicky Schippers. Die krijgt geen kaart, maar Oostende wel een penalty uiteraard. Jan de Smit brengt Oostende zonder pardon op voorsprong, 6 minuten voor tijd 2-3. Aalst gaat in de achtervolging, geeft ruimte aan Obi. Van Quali tackelt veel te laat en mag zich gelukkig prijzen dat Constantin slechts geel geeft. In de slotseconde werkt Vejkovic zich op links voorbij Westerlink. Trekt voor, de ingevallen op Para kopt en Wim de Wolf brengt de eindscore op 3-3. Een gelijkspel na een zeer genietbare wedstrijd tussen twee ploegen die elkaar wellicht opnieuw ontmoeten in de eindronde. Jan Keulemans en Aalst zijn alvast ambitieus. Ik denk dat dus alles aanwezig is hier. Financieel, de accommodatie is toch in orde. Dus wat mij betreft mag het dus dit jaar gebeuren. Je bent 36, dat is erg jong. Je bent 36 geworden vandaag zelfs. Dat is jong voor een aankomend toptrainer. Hè? Maar hoe gaat het als trainer? Aankomend toptrainer. Het valt dus mee op het moment. De resultaten zijn er, je bent zeer populair. De resultaten zijn er en dan word je dus bij die categorie van goede trainers gerangschikt. Maar ik weet dus dat er nog slechte periodes gaan komen ook. En dan zullen we zien hoe sterk dat bestaan. En ik in het bijzonder. Het gaat je goed af voor het moment, je bent er content mee. Ik ben er content mee, omdat ik dus probeer de jongens te laten voetballen, dat er voetbal moet gespeeld worden. Dus van hun eigen ideeën, er niet te veel opdracht te geven. En ik denk dat dat...